Morning guys, ik hoop dat ik in beeld ben. Op dit moment echt moe. Het is 7:15. Ik heb niet zo heel lang geslapen. Vandaag is nog de operatiedag. En ik moet er rond 8:30 zijn. Ik loop straks naar het ziekenhuis. Gisteren zijn we hier aangekomen in Duitsland. En ik verblijf dus in een hotel hier naast het ziekenhuis. Ja, het is dus 10 minuutjes lopen ongeveer. En ze moest gisteren dus in het ziekenhuis verblijven. Ze appte me vanmorgen dat ze maar 2,5 uur geslapen heeft. Omdat ze dus gewoon nooit... ja, de comfort kan vinden om in een ziekenhuis te slapen. Hele grote kamer. De operatiestress natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met haar gaat. Ik dacht, ik start deze video alvast hier. Zodat ik een beetje een update kan geven over de situatie. Het kan dus zo zijn dat ik straks, dat hebben we gisteren besproken, mag filmen tijdens de operatie. Dus op dit moment weet ik nog niet of dat in de video komt. Als het er komt, zet ik wel een warning erbij. Maar daarom ga ik dus zo vroeg naar het ziekenhuis. Want haar operatie is pas later vandaag. Dus bij deze welkom bij een nieuwe video. Aparte video voor ons, maar wel een hele belangrijke, want het gaat natuurlijk om Nos haar gezondheid. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon mee vandaag met het hele proces. En daar zijn we. Hoe voel je je, Nos? Op zich wel oké, eigenlijk. Ik heb net allemaal piercings eruit gehaald, ook aan mijn buik en zo. En hij heeft net een kruisje gezet dat het aan de rechterkant is. Eigenlijk is het enige waar ik echt zenuwachtig voor ben, is zeg maar voor daarna. Want ik weet dus echt niet wat je voelt, of je überhaupt iets voelt, of je kut voelt, of je geweldig voelt of niet. En dan moet je dus ook gelijk gaan lopen en zo. Maar voor de rest, I'm good. Ik heb alleen maar 2 uur geslapen, dus mijn ballen zitten hier. Maar voor de rest, ja, hoe voel jij je, sir? Want jij gaat bij de operatie zijn. Ja, toch wel, hè? Ja, weet ik niet. Ik denk wel oké. Okay. Ze vragen heel de tijd of ik tegen bloed kan en zo, maar ik denk dat het wel prima is. Ja, dus 1 minuut zeiden ze. So, get ready. De dokter. toestemming dus gekregen om te filmen zometeen. Ik word zometeen opgehaald. Ik heb dus nu deze outfit gekregen. En ik mag dus straks een klein stukje filmen. Maar tot zo. Centrum van Essen. Het is eigenlijk een veel grotere stad dan ik had gedacht. Ik had even op Wikipedia gezocht en blijkbaar is het dus even groot als Rotterdam qua inwoners. Zo'n 500.000. Dus dat is een stuk groter. Ik loop hier denk ik ook al zo'n 2 uur rond het centrum een beetje ontdekken. Omdat dus Nos wakker is geworden na de operatie. Ze was nog een beetje slaperig zeg maar. Dus ik zei blijf maar gewoon even slapen. En het eerste wat ze aan me vroeg was dus kleine bubble tea voor me halen, of course. Dus ik even gaan zoeken naar een bubble tea. Ik hoop ook dat het een goede is, want ik ken ze hier niet. Maar ik heb hem nu in mijn rugtas zitten. En daar is ze. Eeuw. I'm alive. It's alive. En hoe voel je je? Een beetje woozy de hele tijd. Ze hebben ook een nieuwe medicatie gegeven en zo halverwege de dag. En ik heb weer kleur. Zo, die foto die, ja, die van vanochtend naar jou stuurde, Jer. Ik was gewoon dit. Ja, yeah, I know. Ik was gewoon. Dus en kijk, ik mag wel gewoon bewegen en zo hoor. En dit is zeg maar dat steriele spul. Dus ik ben een beetje oranje. Maar als het goed is, gaat dat eraf. En dit is een waterdichte pleister, zei ze. Dus ik mag ook gelijk douchen. Ja, dat is goed. Maar het rare is, dus dit voel ik dus niet, hè? Ja, door je verdoving. Wel hechtingen in en zo. Ik weet alleen niet of hij. Ik had gevraagd of hij de hechtingen naar binnen wou doen, zodat yeah. Geen een dit teken krijgt. Maar hij heeft niet gezegd wat hij gedaan heeft, dus... Oké. Okay. Nou ja, even afwachten ook. But I feel better. Your request. Ik kijk er al de hele dag naar uit, hè. Jesus. Oh, wat schattig. Wat staat dat beer op? Thank you.
Even een update. We zijn nu 4 dagen later na de operatie. Eigenlijk ja, 3,5 dag. Dit is mijn kloffie de hele dag, zeg maar. Gisteren hebben we deze eventjes vervangen. Dus dat is goed. En ik ben best wel een beetje bang, to be honest. Ik zeg je heel eerlijk, ik voel me echt, echt shit gewoon. Na de operatie toen we naar huis gingen, zeg maar. Echt 80 of zo, man, jezus. Anyways, na de operatie toen we naar huis gingen en zo, die autorit, moesten we dus elke 40 minuten stoppen. En dat was best wel intens, want je voelt elk hobbeltje, elk steentje wat op de weg ligt en zo, voel je zeg maar door je lijf gaan. Dus dat is gewoon echt niet fijn. Alleen in de dagen daarna, ik heb gewoon echt, net zoals gisteren, heb ik nog geen 3 uur geslapen 's nachts, omdat ik gewoon zo'n pijn heb in mijn been. En het rare is, ik had het niet voor de operatie. Maar ze zeggen dus, omdat die zenuw in je rug zo lang, echt, en bij mij is het echt jaren, heeft hij opzij gezeten. En bij de operatie is hij natuurlijk ook opzij geduwd, zodat de arts, zeg maar, de neurochirurgen daar weg kon halen, de hernia. Dus je zenuw is echt overstimulated en het doet zo'n fucking pijn, jongens. Echt, het is echt gewoon even helemaal kut. Dus ik had ook die kliniek gisteren. Nee, was gisteren? Vandaag? Nee, vanochtend. Vanochtend om 6 uur 's ochtends had ik al gebeld, want ik lag hier op de bank. Ik dacht, ik kan niet meer, man. Had ik ze gebeld en uiteindelijk mocht ik dan vandaag, zeg maar, zwaardere pijnstilling halen. En dat is dan echt voor je zenuwen. En het enge vind ik dus hieraan, zeg maar. Kijk, zij zeggen van, het is helemaal normaal. Want dit, heel veel mensen hebben dat. Dat na de operatie het, zeg maar, erger kan worden ineens. Omdat gewoon die zenuw zo, ja, moet herstellen. Het is net een deuk in een voetbal. Daar vergelijk ik het mee. Als je een deuk in een voetbal hebt, moet die eerst opgeblazen worden. Het duurt even. Voordat die weer heel is, toch? En dat is met een zenuw net zo. Alleen een zenuw neemt net even wat langer in beslag. Om zichzelf weer helemaal uit te stretchen. En, zeg maar, genoeg ruimte in te nemen in je rug. Dus op zich, die wond heb ik geen last van. Het klopt een beetje. Maar vanaf eigenlijk mijn rug, daar is die huid al een beetje doof, een beetje nam. Tot aan mijn grote teen. Is dus gewoon zo pijnlijk. Het is echt vreselijk. Dus ja, ik heb die eerste paar pilletjes genomen vandaag. Vanavond weer. En ik mag dus echt niks doen. Dus Jerry en ik zaten van ja, weet je, je wil zeg maar, omdat YouTube en social media, kijk, dat is echt ons ding. Dus dan ergens denk je van, oh, zal ik een video maken? Ik kan dit doen, ik kan dat doen. En je hebt hele wilde plannen. Maar ondertussen vergeet je gewoon even dat je gewoon geopereerd en opengesneden bent. Nog geen 4, 3 dagen geleden. Dus we dachten van, nou, we doen gewoon even een update videootje. En dan weten jullie ook wat er aan de hand is natuurlijk. En dan gaan we gewoon even kijken hoe het gaat de komende weken. Ik kan bijvoorbeeld ook mijn voeten nog niet helemaal flexen, zeg maar. Omdat dus die zenuw zo, ja, vervelend loopt te doen in mijn rug. Dus ja, het heeft echt tijd nodig, hé. Ik dacht echt, omdat het zeg maar een minimal invasive operatie is, een endoscopische operatie, dat het zeg maar minder lang zou duren of zo. En het stomme is dat, als ik naar mezelf luister, dan denk ik echt van, Nos, waar de fuck heb je het over? Want je bent letterlijk 4 dagen geleden geopereerd. Maar ergens had ik in mijn hoofd, in mijn roze wolk, dat het allemaal sneller zou gaan. Dat ik dit dus niet zou voelen. Grappige punt is wel dat de pijn in mijn bil en in mijn heupen, waar ik dus zeg maar die hernia voor weg ging laten halen, is dus helemaal weg. Dus dat is echt super. Alleen ja, dan neemt de operatiepijn neemt over en dan ga je daar weer mee verder. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Ze zeggen dat het echt 5 tot 6 weken, soms zelfs een half jaar kan duren voordat alles weg is. En het half jaar is wel echt uitzonderlijk hoor, dus ik ga daar niet van uit. Maar goed, ik ben echt een sack of potatoes. Ik lig hier de hele dag, ik moet slapen, dan weer staan, dan weer lopen. Anders gaan liggen, op mijn zijkant gaan liggen, zo gaan liggen. Dus ik hoop gewoon dat die medicatie een beetje aanslaat vanavond en dat ik gewoon kan slapen. En daarnaast is het ook nog eens fucking heet. Ik vind het heerlijk, het weer. Maar nu, ik mag dus ook de zon niet in. Dus ja, het is even een zeikuurtje nu. Maar ik hoop dat jullie wel lekker van de warmte aan het genieten zijn in ieder geval. Ik ga deze beelden aan Jer geven. Want die gaat eventjes de video even verder editen. En dan online zetten voor jullie. En ik hoop gewoon heel snel weer terug te zijn.
ja, en tussendoor doen we gewoon even updates en zo. Kijken even hoe het gaat. En ik doe gewoon heel rustig aan. En that's it. Dus dankjewel voor het kijken. En ik wil jullie ook even bedanken voor de super lieve berichtjes op Instagram. Het zijn er heel veel, dus ik kon daar ook niet allemaal op reageren. En eerlijk gezegd heb ik ook niet de energie voor. Ik ben zo moe de hele dag. Maar weet dat ik ze lees. Uiteindelijk. Dat het eventjes duurt, oké? Dankjewel.